Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie op dit kanaal. Het is eindelijk tijd om een van mijn lievelingsspellen ooit te spelen, namelijk Professor Layton en de Miracle Mask. Ik speel in het Engels omdat ik geen Nederlandse rom kon vinden, dus in het Engels. Ik kan gewoon Engels, alleen sommige dingen die zijn misschien ietsje lastiger te begrijpen. Ik doe wel heel even mijn bril op voor het lezen, die tanto vies is, zie ik nou. Voor het lezen van sommige dingen, want dat is wel heel erg belangrijk. Ik denk dat dit wel een serie wordt die ik, waar ik dingetjes van uit ga knippen, zeker als ik wat langer moet wachten. Maar deze game is zo vet. Voor de mensen die Professor Layton niet echt kennen, Professor Layton is een serie vol met puzzels. Het vette aan Professor Layton is dat het verhaal echt heel episch is. Eigenlijk bij elke Professor Layton, maar in deze zeker. Dus die gaan we ook zeker volgen en ik probeer ook de cutscenes gewoon stil te zijn. En natuurlijk gewoon te laten zien. En verder wordt het gewoon genieten van puzzels. En als ik wat langer na moet denken, dan zal je dat waarschijnlijk niet zien. Maar het kan goed zijn dat jullie antwoorden al eerder bedenken dan ik. Ik heb de game al eens gespeeld, maar dat is al een hele lange tijd geleden. Dus ik ken de puzzels niet meer. Misschien dat er ooit nog een keer een belletje gaat rinkelen. En we gaan het gewoon zien. Laten we op nieuw game drukken. Let's go. We moeten een naampje gaan verzinnen. Nou, ik ben natuurlijk gewoon Milan. En dan, dit is een work of fiction. De karakters, groepen en dingen die in deze game zitten, dat is niet echt in de echte wereld. En natuurlijk, kaboom, die moet al even aan. Wow, so this is Montador. Indeed, in only 18 years, this little desert oasis has grown into quite a tourist attraction. It's amazing, Professor. Yes, it is. Some people even call it the City of Miracles. The City of Miracles. De stad vol mirakels. Eerste gedeelte van de story. Dat is deze. Of nou ja, dit zijn eigenlijk de 10 vragen die we moeten gaan beantwoorden aan het einde van de game. Prosperous Montador is famous for growing from a single humble inn to a large and wealthy city in the space of just 18 years. How could such city develop so fast? Dus de vraag hierbij is van, nou, hoe kan het zijn dat een dorpje wat eigenlijk alleen uit een klein hotelletje bestond, binnen 18 jaar zo'n grote stad is geworden? Dat is dus een mysterie die we uiteindelijk hebben opgelost. Proloog, de carnaval van de Montador. Spannend. Oh, mijn muis is op beeld. Dat is op zich niet heel erg. Want dan kan ik ook dingen aanwijzen namelijk. Montador is quite an exciting town. The letter said that terrible things have happened here. It's hard to believe. Hmm. We'll have a better understanding of the situation after we speak to Angela. Angela, die gaan we eens heel eventjes, daar gaan we eens eventjes mee praten. Kijk naar deze plaats, professor. Het is allemaal zo fel en zo kleurrijk. Het is net alsof we op een soort kermis zijn. A place to forget the worries of every day. Oké, nou dat is op zich fijn. Alles is mogelijk in de City van een Mirakel. Dat zeggen ze in ieder geval. Just don't see how bad things could be happening here. Wacht, is dit ook gewoon knopjes? Ja, oké, ik kan het ook gewoon met knopjes doen. Inderdaad, het is moeilijk om te geloven dat iets wat... even kijken. Het is moeilijk te geloven dat er hier iets aan de hand is als je zo al die blije mensen hier ziet. We blijven hier niet gewoon een beetje staan. We gaan maar beter gewoon beginnen met ons onderzoek, zeg maar. We gaan mensen eerst even bevragen. Maar voordat we dat doen, moeten we eerst nieuwe methoden. Want, dat moet ik even uitleggen, dit is de 5e game in de serie... de eerste game die op de 3DS is. Dus er moet ons eerst even uitgelegd worden hoe de besturing een beetje werkt van deze game.
Oké, ja, we kunnen rechtsboven in de ding drukken. Dan ga ik zometeen in ieder geval heel eventjes van de vensteropnames zorgen dat je de cursor niet kan zien. Dat is wel zo fijn. En als het dan wel nodig is, dan doen we dat zometeen weer aanzetten als ik jullie iets wil laten zien. Maar anders kan ik dat in woorden natuurlijk ook wel doen. Zo. Nu kan ik gewoon veilig op het beeld klikken namelijk. Dit is wel een game die je met stylus moet doen, zeg maar. Dus dat maakt het iets lastiger bewegen met de muis. Maar dat gaat goed lukken. Kijk, hij heeft meteen een puzzel zo te zien. Help! Wat is er aan de hand? Oh, nou ja, we kunnen eigenlijk wel zien wat er aan de hand is. Kijk naar al de ballonnen die clown heeft. Hij is helemaal ontwikkeld met touwen. Is dat normaal? Ik denk het niet. Professor Layton zegt ook van, nou, ik denk het ook niet. Laten we kijken of we hem naar beneden kunnen krijgen. Nee, dat lijkt me ook niet heel erg comfortabel. Ik denk dat we hem moeten helpen met hem loskrijgen van die strings. Oh, this black string makes me look like a zebra. Dat klopt. Kijk, we gaan met de eerste puzzel beginnen. Puzzel 001. Bungles Balloons. Oké. Deze klungelige clown zit vast in ballon touw. Geef Luke en Layton een help ze om de touwen los te maken. Je kan elke oranje punten van een touw op het touchscreen kan je aanraken en die kun je verplaatsen naar links en naar rechts. Totdat de clown vrijkomt, zeg maar. Het is mogelijk om ze alle vier de string los te maken in 3 moves. Dus we zouden in 3 moves het al kunnen oplossen. Aangezien het scherm hierboven een beetje klein is, heb ik daar rekening mee gehouden. Kijk, nu zie je het bovenste scherm. Dit is misschien wat makkelijker. Dus in 3 moves. Kijk, als ik dit doe, verplaatsen die 2 die ernaast zitten, zeg maar. Dus even kijken hoe we dat gaan doen. Blauw, die moet hier gaan lopen. Dus ik denk dat deze sowieso eerst moeten hebben. Even kijken. Oké, die kunnen ook omwisselen. Dus als we die omwisselen, dan gaat het al goed. Dit is 2. 2 stappen. En volgens mij maakt het niet uit in hoeveel stappen hij doet, maar hij kan in 3 stappen. Zo. Oké. Ho. Die zijn los van elkaar. En dan moeten we alleen nog zien te zorgen dat die groene die kant op komt. Dus dan doen we, doen we die wisselen. Even opnieuw, want het zou in 3 stappen moeten kunnen. Oké, dat waren ook niet de 3 stappen. Ik zit even te kijken, want ik weet niet of de onderste mee beweegt of de bovenste. Ja, de bovenste beweegt mee, dus de onderste moet blijven. Dus dan zou de blauwe hier moeten komen. Dus dan moet deze sowieso gedaan worden. Oh, fuck. Ah, we hadden hem in 3 kunnen doen. We hebben hem nu in 5 gedaan, maar we hebben hem wel gehaald in ieder geval. En het was goed. Zeer nice, zeer nice. Nou, dit zijn een beetje soort puzzels die we moeten gaan doen.
ja, pikkerads, dat zijn de punten die je kan krijgen voor zo'n puzzel. En als je een puzzel fout beantwoordt, zeg maar, dan gaan de pikkerads af. Dat is zeg maar een beetje om je highscore te proberen te halen. Je weet niet hoe blij ik ben. Nou, graag gedaan. Oh. Het ziet er fantastisch uit. Professor Layton in a miracle mask. This is fantastic. Everyone is having such a good time. They are. And I'm looking forward to doing the same after our investigation. Oh, right. The investigation. Once we're able to relax, we'll see what the town has to offer. Professor, what was that? Wat gebeurt er? Oh jee. Yes. It's him. Run. Frozen like stone. Stone. Quickly. Wat gebeurt er? We gaan heel hard rennen. Spannend. Al die mensen zijn in steen veranderd. Pam pam pam. Hey, I'm trying to escape here. Get out of the way, will you? Oh, okay, sorry. Please, sir, try to remain calm. Calm? Are you blind? Those people have been turned to stone. Dat klopt, ja. Professor, how is that possible? Wist ik het maar. Good question, Luke. Professor, look up there. What on earth? Hij ziet iemand bovenop staan. Oh jee. 1, 2, 3, 4. Did you miss me, Montador? Ladies and gentlemen, welcome. Huh? I hope you enjoyed tonight's grand miracle. Courtesy of the masked gentleman. Consider what you have seen tonight as a warning. Monte d'Or will soon be destroyed. Those who submit to the power of the mask may be spared. But then again, they may not. Spannend. Professor, Luke, what are you waiting for? Huh? A written invitation? Emmy is er ook weer. Of course. Wait, Professor! Why do I get the little one? Let's go. Everyone follow me. Right. Nee. Pursue the masked gentleman. Pay attention to which way the masked gentleman flies and follow him in the same direction. Okay, dan doen we dat. Short, quick motions from those... Ah, oké. Okay. Of we naar links of naar rechts moeten. Ah, oké. Okay. Ik kon me dit niet eens meer herinneren. Oh. Oeh, dat geeft me een boost. Oké. Okay. Zelfs met een muis is dit prima te doen. Nice. Oh, oops.
Here we go. Komen ze steeds dichter bij hem. Oh, oeps. Good work. Almost. We hebben hem bijna. Pak hem mee. That's the way, I like it, that's the way, I like it, Hij heeft ons gezien. Oh, dat betekent dat het dingetje af is. Rookbommen. 1000 bommen en granaten. Professor, I see him. Oh. Het is alleen een cape. Helaas. Alleen een cape. Oh, he got away. Helaas, Luke. Yes, he had quite an advantage over us. I suppose we can assume that was the masked gentleman. Was he using some sort of magic, Professor? How did he do all that? Luke, I can honestly say. I have no idea. Don't know. Ah, yeah, zoiets. Dat dacht ik al. kijk. A number of people were turned to stone during the parade on Celebration Boulevard. Some members of the crowd appear to have witnessed the petrification as it occurred. Was it really some sort of miraculous act? De vraag is dus, hoe zijn die mensen in steen veranderd? Er zijn getuigen bij dat het gebeurd is. Hoe is dit gebeurd? Magic seemed to be the only thing that could explain what we had seen. It disturbed me to see the professor at such a loss. It made me wish he never received that strange letter in the first place. We hebben dus blijkbaar een brief gehad. En we hebben er 16 minuten op zitten. Kaboom. Chapter 1. The Masked Gentleman. Professor, do you know someone named Angela Lador? Angela? Yes, of course. Where did you hear that name? It was on the letter. A letter? Oh, let me! Angela? After all these years... Dit is trouwens terug in de tijd, hè? Thank you very much. Dit is die letter waar zij het net over had. Very strange. What is it, Professor? Professor? The Mask of Chaos. Pam pam pam, the Mask of Chaos. Pam pam padadam. Dearest Herschel. Oh, dit staat er in de brief. I trust this letter finds you well. I have read wonderful things about your work, Herschel. Or rather. Professor Layton, it's difficult to believe it has been nearly 18 years. I'm sure this letter comes as quite a surprise, but I must ask for your help. We have experienced a series of terrifying incidents here in Monte d'Or. I must be cursed by the Mask of Chaos, for it is now threatening to destroy our city. I hope you can forgive me after all these years. I don't know who else I can turn to. I cannot give you the full details now. However, if you can spare the time, I shall tell you all upon your arrival. Oh, spannend! We are in desperate need of your help, Herschel. I've enclosed the address for the Lador estate. I
hope to see you soon. Angela Lador. Dus dat. The Mask of Chaos? What is that? Ik hoop dat het geluid een beetje goed is overigens. Donald Rutledge wrote about it in his book Ancient Histories. According to legend, the mask bestows great power upon whoever wears it. Yes, the allure of omnipotence is as old as mankind itself. You seem to know quite a bit about the mask, Emmy. Dat klopt, ja. Well, I have taken a few courses here and there. I see. Did I leave something out, Professor? No, no. You're absolutely correct. So, this Mask of Chaos is well known in the world of archaeology? Yeah. Oh, yes. Among researchers, it's quite a popular topic. Hmm. If it's supposed to grant power, how can you be cursed by it? It's difficult to say. Angela certainly wasn't very forthcoming in her letter. Nee, dus we moeten er maar even naartoe, denk ik. What is your relationship with Angela, Professor? Is she one of Professor Layton's lost loves? Hardly. I've known Angela since my school days. Our relationship was complicated. I see. Well, a gentleman could never refuse a request from an old friend. Right, Professor? Why, yes, Luke. I suppose you're correct there. In the letter, she talks about a series of terrifying incidents. What do you think she means by that? Yeah. I can't say for certain, but I know how we can find out. Let's go. Niet alle dingen zijn ingesproken. Dus later dan zal er veel meer puzzels zijn. Maar nu in het begin moet alles een beetje uitgelegd worden. Dan weten jullie dat in ieder geval. Ons derde ding die we moeten gaan oplossen in dit hele verhaal is The Mask of Chaos. It is said that the Mask of Chaos grants its wearer tremendous magical power. Spannend. Could this power be behind the masked gentleman's so-called miracles? Dus heeft de masker iets te maken met die mirakels die die masked gentleman allemaal veroorzaakt? Oh, die moest ik trouwens lezen. Dus wat er net gebeurde was dat waar Angela over schreef. Ik denk het wel. Het klinkt een beetje alsof vanavond spektakel er eentje is die zoiets al vaker is gebeurd. Emmy, is het jou gelukt om iets te vinden wat ons kan helpen? Ja, dat heeft ze. De gemaskerde muchacho is als eerst gezien ongeveer een maand geleden. Hij heeft over links, rechts en in het midden heeft hij allemaal van zijn mirakels gedaan. De hele city was in rep en roer. Waarom zou je zoiets doen? Deze onschuldige mensen wilden alleen maar de parade bekijken. Het is zorgwekkend dat zo iemand zo deze dingen doet voor zo'n lange tijd. De politie zal het er vast moeilijk mee hebben. Ja, dat lijkt er wel op. Ze zijn hem aan het zoeken. Maar ze kunnen nog niks vinden wat naar zijn identiteit leidt. En ze weet ook niet hoe die deze mirakels doet. Dus het is best wel lastig om een suspect te vinden. Er is geen tijd te verliezen. Laten we maar beginnen in dit gebied met zoeken naar aanwijzingen. Dus even kijken of hier nog meer dingen te vinden zijn. Ja, sowieso nog wel, maar ik zit eigenlijk hintmuntjes te zoeken, want je zou ook hintmuntjes moeten hebben, maar daar komen we vast straks nog. Nou, ik zie dat ze hier van steen zijn. Kunnen we niet iets doen om ze te helpen?
Just a few photos. Ah, oh, foto's zijn altijd handig. Dat is wel slim. Oh, er komt iemand onze kant op. Misschien dat die weet... Oh, dat is hij. Die zit ook in elke game. En die ook. Laten we eerst met hun nog even... Oh, oké. Daar hoefde ik niet per se mee te praten. Dat is op zich fijn. Dan heb je hem Eldus. Eldus zit in volgens mij de laatste 3 games. Ah, daar zijn jullie weer, mijn vrienden. Deze reunie was voorbestemd, zoiets. Ben jij niet? Nee, nee, dat is geen foutje. Ik ben inderdaad diegene die je denkt dat ik ben. Zoiets. Ik maak er gewoon een beetje een eigen samenvatting van. Even kijken... Hij heeft een doos klaargezet. Probeer hem maar te zoeken. Die Aldus die helpt ons zeg maar een beetje met het vinden. Of met het uitleggen van hoe de mechanics een beetje werken. Oh, ik kan hem nog niet vinden. Ah, oké, dat was de bedoeling. Quite caught up the gist of your explanation. Oké, hij gaat me nu uitleggen dat je ook kan inzoomen op sommige plekken en dat dingen dan makkelijker te zien worden. Kijk, als het blauw wordt, kan je inzoomen en dan zien we daar een krat staan. Ja, dus dat is het idee. En dan zit daar als goed een hintmuntje in. Zie je? En met die hintmuntjes kun je dus tijdens die puzzels hints kopen om de puzzel op te lossen. Je moet ze niet wasten, zeg maar. Oké, goed om te weten. In de oudere games, dus 1 tot en met 3, was het in ieder geval altijd zo dat er per gebied waar je bent 3 hintmuntjes verstopt zitten. Maar ik weet niet of dat in deze games ook nog zo was. Terug naar ons onderzoek. Is nog meer te vinden hier? Altijd interessant om nog wat dingen uit te zoeken. Kijk, nu zijn er wel hintmuntjes verstopt. Dat is goed om te weten, want ik ben een fan van het vinden van hintmuntjes. Nou, even kijken wat deze gast heeft. Oh, deze gast is gewoon boos. Een grote tent. Professor, wat denk je dat die tent hier was voor het grote feest? Het is zo groot. Ik denk het. Zeker met al dat licht en al die vlaggetjes. Ik ben benieuwd of het er elke dag zo leuk uitziet. Zouden we iets dichterbij kunnen kijken bij de tent? Gewoon voor een seconde. Natuurlijk kan dat. Laten we ook door de stad heen lopen. Oh, daarmee kan je terug naar de map. Dat is interessant. Kijk, en dan kan je hier onderin in het onderste scherm, wat nu op dit moment boven mij zit, kan je naar de volgende locatie gaan, zeg maar. Het begin is nog heel veel uitleggen, dat is normaal voor een game, dat snappen jullie denk ik ook wel. En vanaf de volgende aflevering gaan we echt meerdere puzzels oplossen. Kijk, nu kunnen we naar de volgende plaats toe. Professor. Hoe kunnen we bijhouden wat we hebben onderzocht? Nou, dat is een hele goede vraag, Luke. Laat me dat uitleggen. Zie je, dus nog meer uitleggen. Rechtsboven kan je naar de trolley gaan of naar het koffertje. Daar kan je saven en dan kan je nog meer dingen doen. Alle puzzels bekijken die je al gedaan hebt, inderdaad. Dat is wel interessant. Je hebt dan een journal en de mysteries en de episodes. Daar kan je alle filmpjes terugkijken. Dus dat is eventueel
ook interessant. En die dingen die nog leeg zijn, die je net misschien wel zag, dat zijn de dingen die moet je nog unlocken in de game zelf. Dat zijn meestal minigames waar je ook dingen van krijgt, zeg maar. Emmy's Accuracy. Oké, iedereen, bedankt voor het kijken van deze eerste aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.